Ik heb iets ontdekt. Hotel Zacher, bekend van de Zachertochten. Hier is Antonio Vivaldi gestorven. Vivaldi, dat is toch een Italiaanse componist? Wat deed hij in Wenen? En nu op zoek naar een aandenken. Geen Vivaldi. Ahaha. Yes. Nog steeds Hotel Zacher. Antonio Vivaldi. Ze wisten het, de grote componist. Wenen, gestorven 1741. Maar hoe komt het eigenlijk dat Vivaldi hier in Wenen was? Blijkbaar is Vivaldi naar Wenen gekomen voor keizer Karel VI. Maar het is wel een beetje jammer, want toen Vivaldi hier aankwam, is die keizer gestorven. Dus Vivaldi had plots geen job meer. En zo is hij in armoede gestorven. En waar is Vivaldi dan begraven? Toen ik in het archief was van de Stefansdom, om daar documenten in te kijken over de dood van Mozart, toen haalde die archivaris daar plots een ander boek uit de kast, deed dat boek open en plots las ik de naam Antonio Vivaldi. Conduct Vivaldi means funeral, yes. Okay. Conduct Vivaldi, mm-hmm. 28th of July, der wohl edel hochwürdige Herr Antoni Vivaldi, the most reverend Mr. Antoni Vivaldi, Weltpriester, mm-hmm. means that he was a priest, mm-hmm. with them Grabstelle. This is the bill. This is the bill. This, yes. So, to, okay. Grabstelle means the grave, Barleier und Mesner. Barleier is the funeral man. Yeah. Sechs Trager mit Mantel, six men who carried the coffin, sechs Windlichter, sechs Kuttenbuben, altar boys, mm-hmm. six altar boys, bar, that's the thing on which the coffin was to carry. And you all had to pay for it? For all, yeah. Was it an expensive Yes, one? 19 gulden, 45 kreuzer. 19 gulden, so it's 2 times more than Mozart's. Yeah, but we are earlier. Okay, so. Yeah. We are 50 years earlier. Yeah. So it's about 600 euros. And he was 60 years old and was buried in Spitaler Gottesacker. It's the funeral place now in near the Karlskirche. Am I right that in this document it's more Vivaldi as a priest than as a composer? Yes. There's nothing written about the composer. So only that he was a priest. So strange. It's very strange. But he came as a composer to Vienna, not as a priest. Yeah, but he died as a priest. He died as a priest. That is a Karlskirche. And dus moet Vivaldi ergens hier begraven zijn. Maar hier was wel het kerkhof van de arme mensen. Er zou wel nog een aandenken zijn. Pas op, trapjes. Vivaldi. Vivaldi. Nog niets gevonden hoor. Het einde van het universiteitsgebouw, van de voorkant. Hier is de zijkant. Aha. Yes, yes, yes. Antonio Vivaldi, het staat er op de gevel. Hier. Hier bevond zich tot 1789 het Armenzünder Gottesacker, dus eigenlijk het kerkhof voor de arme mensen. Antonio Vivaldi, geboren in Venetië, begraven 28 juli 1741. Hier ergens begraven, op een kerkhof dat niet meer bestaat. Een kerkhof voor arme mensen. Tja. Ik hoor precies de vier seizoenen. Ah nee, het is een koffiemachine. Hebben ze een Vivaldi-café? Vivaldi? Gezondheid.